Rotterdam's Hall of Fame. Als je Londen loopt in de buurt van Soho, zit een heel klein, smal steegje. Een steegje waar je eigenlijk doorheen loopt, zonder dat je door hebt waar je loopt. Het is een soort trespassing ding. Er lopen heel veel mensen langs en rond. En dan kom je langs een gebouwtje met een beetje blauwe houten panelen aan de zijkant. En daarachter vonden ooit hele bijzondere dingen plaats. Opnames van de meest legendarische platen. Ik heb het over de Trident Studios. En ik hoor je denken, Geer, waarom ga je daar niet naar binnen? Want je staat dan leuk buiten op straat, terwijl mensen langslopen en je aankijken alsof je net bent aangespoeld. Dat kan niet, want de studio is er niet meer. Het is nu gewoon een soort voice-over opnamestudio geworden. En alles van wat het ooit was, is er niet meer. Het is allemaal gesloopt en weg. Dus we hebben alleen nog de legend, we hebben alleen de verhalen. George Harrison nam hier My Sweet Lord op. Beatles hebben ook een aantal nummers opgenomen, waaronder Hey Jude. Mark Bolan, T-Rex, Queen heeft hier Bohemian Rhapsody hier in deze studio opgenomen. Dus dat nummer, dat beroemde nummer, dat al 170 jaar op nummer 1 staat in de top 2000, dat is hier ontstaan. Dat hing hier in de lucht, dat is hier opgenomen. Het was geopend in 1968 door de Sheffield Brothers. En waarom was deze studio voor een hoop artiesten nou zo leuk en zo fijn? Omdat, ja, je had de Abbey Road Studios. Maar in de Abbey Road Studios liepen mannen in witte pakken met een witte doktersjas achter de engineertafel. En hier liepen ze gewoon op een sloffen. Hey joh, kom je lekker opnemen, hier is allemaal fantastisch. En dat maakte het voor die artiesten lekker relaxed om hier wat op te nemen. Het mooie is, er stond hier binnen een piano. Heeft te maken met de eerste fantastische albums van Elton John. Het nummer Your Song is hier opgenomen. Op dezelfde piano werd ook Hey Jude opgenomen. Met diezelfde piano. Achter deze ramen. Het is gewoon een gebouw waar je gewoon langs loopt. Met een kapperszaak erboven. Maar ondertussen weten wij nu wat hier binnen heeft plaatsgevonden. NPO Radio 2.